Duitsland, waar de paus vandaag aankomt voor het eerst als staatshoofd op bezoek in zijn geboorteland. En vandaag staat Berlijn op de rol en zal hij de Bondsdag toespreken. Want op het bezoek is Sicherheitsstufe 1 afgekondigd. Dat is een grote staat van paraatheid die eigenlijk alleen bij het bezoek van de Amerikaanse president geldt. Rob Zavelberg in Berlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Veel demonstraties worden er vanochtend al in het Radio 1-journaal. Waarom is de paus niet zo lekker in Berlijn? Maar kijk, de publieke opinie in Berlijn is toch behoorlijk kritisch. Je hebt natuurlijk de grote misbruikzaak gehad in Duitsland, maar ook in Nederland en elders. En ja, verder heb je ook in Berlijn een behoorlijk grote anarchistische